Goedemorgen iedereen. Zoals jullie kunnen zien schijnt de zon op mijn gezicht en ben ik in een hele andere ruimte als normaal. Ik ben namelijk in het prachtige Tunesië. Ik ben gisteravond aangekomen met de groep. Tara is er ook bij me. Die zit in een andere kamer, dus die gaan jullie zo meteen wel zien. Ik denk dat het scherm even iets lager moet zetten zelfs. Zoveel zon is er. Oh. Het is nog redelijk vroeg. Volgens mij is het 7:15. Ik ben inmiddels wel helemaal aangekleed, gemake-upt. Ik heb mijn haar gedaan. En ik ga zo naar het ontbijt. Dus het leek me leuk om jullie eerst eventjes deze intro te geven. Ik laat je ook meteen even mijn uitzicht zien, want dat is er echt eentje die ik niet mag laten ontbreken, want die is gewoon echt super mooi. Dus allereerst sta ik hier in de kamer. Ik heb nog eventjes geen schoenen aan, dus ik zit nog een beetje te twijfelen over wat ik aandoe. En dan is dit de kamer. Sorry, een beetje nog voor de rommel. Heel erg ruim, zoals je kan zien. Lekker zit je hier. Bed. Dit is een hele grote hal. En een ruime spiegel waar ik mezelf kan zien. Dus ik heb vandaag dit jurkje aangedaan. Dat is het lippenjurkje van Lovis. Die heb je volgens mij al kunnen zien in een shoplog. En deze leek me wel geschikt, want hij is niet super kort. Ik bedoel, hij is al boven de knieën, maar niet super kort. En bedekte armen. En hopelijk wel een beetje flowy genoeg, want het wordt vandaag wel echt super warm. Dus ik ben heel erg benieuwd of ik het ga redden. En ik ga denken aan doen met die fans die daar staan. En dat is mijn koffer. Dit is verder de badkamer. Hij is echt super fijn. Lekker ruim zoals je kan zien. Een soort van walk-in closet. Wauw. Ik zou dit gewoon zelfs thuis willen hebben in een badkamer. Dat zou gewoon echt zo chill zijn. Een bad heb ik helaas geen tijd voor gehad. Wel een heerlijke douche waar ik onder heb gestaan. En gaan we nu even naar het balkon. Tada! Wauw. Dit is het uitzicht. Zoals je kan zien is dit het zwembad. Volgens mij kan je hier ook zelfs chillen en zo. Ik weet niet zeker, maar zwembad. En daarachter de zee. Zo ontzettend mooi is dit. En moet je horen hoe rustig het is. Ik moet zeggen op dit moment dat ik het niet heel erg warm vind aanvoelen. Terwijl het vandaag volgens mij wel echt over de 30 graden gaat. Dus ik moet heel even kijken van... Maar dat zal vast wel helemaal goed komen. Dus ik denk dat ik gewoon dit aanhoud. Want anders ga ik echt te warm zijn. En ik ga nu even wat aan mijn voeten doen. En dan gaan we lekker naar het ontbijt. Want ik heb heel erg honger. Hey! Hallo! Goedemorgen! We hebben hier het ontbijtje. Tara is natuurlijk weer gegaan voor ei en wat hartige dingetjes. Heel veel vers fruit. Ziet er echt zo goed uit. Cappuccino, een sinaasappelsapje. Ik heb sinaasappel en aardbeiensap gemengd. Dus dat lijkt me wel heel erg lekker. Dit zijn pannenkoeken met Nutella. Daaronder zit een heel mooi croissantje. Ik weet niet of ik het kan laten zien. Ja, croissantje met poedersuiker en amandelschaafsel. Vers fruit. En nog een cappuccino. Dus ik zou zeggen, smakelijk. Oh ja, en dit is ons uitzicht trouwens. Ik ben niet aan het klagen, jongens. Zo, we zijn nu al een tijdje aan het rondlopen hier. En we hebben vanmorgen een paleis bezocht. Dat was echt super mooi en indrukwekkend. Op dit moment zijn we in Carthage. En we zijn in een archeologisch park. En het is echt super mooi hier. Dit is onze groep, dat is onze gids. Zij geeft ons uitleg. En ja, we zien nu gewoon heel veel mooie natuur. En daarachter, als je goed kijkt, zit de zee. Ik zie heel veel palmboompjes. Ja, lekker tropical. Nee, maar het is wel echt heel erg leuk om te zien en zo. Heel mooi. Het is vooral heel verrassend dat we allemaal dingen zien die we niet hadden verwacht. Ja. Dus ik vind het echt helemaal leuk. Dit ziet er wel echt heel bijzonder uit. Oh, en mocht je het je trouwens nog afvragen, we zijn op dit moment in Tunesië omdat we er een verslag over gaan schrijven op Travelab, maar ook iets op Enters Weekend. Dus we zijn uitgenodigd vanuit Tunesië Toerisme. We zijn hier nog nooit eerder geweest ook, dus het is allemaal echt een verrassing. In onze artikelen gaan we jullie eigenlijk gewoon laten zien waarom je naar Tunesië moet komen. En ik kan je nu al vertellen dat we echt wel leuke redenen en hele mooie redenen hebben. Ja, mooie plaatjes zijn we aan het schieten, dus... Ja, ik moet zeggen, ik had nog geen verwachtingen, maar ik ben heel erg positief verrast. We zijn net aangekomen in Hammamet, dus dat is een andere locatie weer. En we staan op dit moment in een ander hotel en oh my god, deze is ziet er lief. Echt onwijs groot en mooi uit. We gaan het je nu laten zien. We staan hier op een hele mooie marmeren vloer en hier zien we een zitplekje. Mooi plafond en hierachter zit de rest. Het is echt mega. Zoveel details ook gewoon vooral. Echt overal waar je kijkt zie je wel gewoon wat. En we zijn binnengekomen op een rode loper. Dat was ook wel lekker fancy. Heel fancy. En ik wil heel eventjes snel buiten kijken. Oké, wij hebben het buiten ook nog niet gezien, dus dat gaan we even doen. Dit is gewoon een soort van watervalletje. Een gigantische cactus. Oh ja. Maar is het een zwembad of is het voor de sier? Volgens mij is het achter het zwembad. Hoe komen we daar? Ik weet niet of we daar helemaal heen mogen lopen nu. We zijn eigenlijk aan het wachten op ons welkomstdrankje. Maar goed, dat is een nieuwsgierig. Ik zie ook gewoon het uitzicht op de zee ook gelijk. Wauw, maar het is ook zeg maar zo felblauw.
dat het zwembad en de zee, dit is de zee, dit zwembad is gewoon dezelfde kleur. En het mooie is dat wij dus straks nog even de tijd hebben om te relaxen. We mochten dan lekker het zwembad in. Dus dat vind ik wel echt super chill, want het is echt een super mooie locatie. 1 kilometer rijden of zo net. Ja, het was een uurtje. Dus ik was eigenlijk ook wel gelijk knock-out. Heb je ook zin om te zwemmen straks? Ja, ik ben wel benieuwd. Lekker, eventjes bijkleuren ook. Oké, ik ga de nieuwe hotelkamer in. Wow, het is echt super groot. Hele mooie marmeren badkamer. Ze hebben zelfs rozenblaadjes neergelegd, joh. Nou, een aparte super grote wc. Dit is echt mega. Moet je kijken. Nou, we hebben wat vrije ruimte, dus we hebben besloten om eventjes naar de gym te gaan van het hotel. En ze hebben hier echt alles, dus dat is echt super chill. Maris gaat even warm fietsen, ik ga hardlopen en dan kijken we wel eventjes. Maar we willen in ieder geval proberen nog steeds te blijven sporten tijdens een persreisje. Dus ja, nu nog kijken of we het lang volhouden. Ik zweet me helemaal kapot. We zijn al 5 minuten bezig met sporten. 35, niet 5. Oh, sorry. We zijn al 35 minuten bezig met sporten. Maar ik weet niet hoeveel graden het hier is, maar ik merk het echt. Het is warm, ja. Het is warm. Nee. 25 graden misschien wel? Ik denk het. Zoiets. Goed bezig. Zo, we zijn weer uit de sportschool en we hebben ons eventjes omgekleed in badkleding, zoals je kan zien. We hebben nog even een avondzonnetje lekker in mijn gezicht schijnt, zoals je kan zien. En ik ben eventjes hier op een bedje een boek aan het lezen. En Tara zit hier achter in het zwembad. Daar is ze. Lekker baantje aan het zwemmen. Ze was net ook eventjes naar de zee gegaan. Hoi. Ik ben zelf nu een boek aan het lezen. Dit heet Fuck the Quality Life Crisis van Femke Kamps. En ik vind het wel echt een heel fijn en goed onderwerp. En het is ook echt super goed geschreven. Dus zeker even een aanrader. Nou, ik kijk naar buiten en ik wil heel veel laten zien. Want die vogels hier gaan helemaal cray. Oh, waar ben jij? Waar zit jij? Ja, crazy. Ja, bizar hè? Ja, ik schrok ervan, want ze kwamen ineens helemaal naar mijn balkon toe. Waar ben jij? Hier. Hallo. Ik kan jou niet zien. Beetje. Ik ga heel eventjes heel stil zitten en kijken of ze hierin komen. Want ze lopen dus de hele tijd rond te vliegen rond het hotel. Als ik er nu heen loop, gaan ze er misschien uit. Ja. Wow. Kijk nou, zoveel. Dan gaan ze weer. Oeh. Werelds grootste portie mozzarella en tomaat. Veel te veel. Wel heel erg lekker. Goedemorgen iedereen. Het is vandaag de volgende dag. En we zijn momenteel door het hotel aan het lopen, want we gaan een hele mooie suite opzoeken. Oeh, het waait een beetje, dus ik hoop dat jullie me nog kunnen horen. Het is de allergrootste suite van de hele wereld en die zit in dit hotel. Dus toen we dat hoorden hadden we echt iets van, oké, dat willen we even gaan bekijken. Want het is een enorme suite, hij schijnt 2 zwembaden te hebben. En ik ben heel erg benieuwd wat we te zien gaan krijgen. Dus we gaan jullie natuurlijk meenemen, want dit vind ik wel echt heel erg bijzonder om te zien. Taar is natuurlijk er ook weer bij. Yeah! Lekker bloemenbroekje aan. En ik ben gegaan voor stippies. Oh, we hebben zelfs matching sandalen, zie je dat? Ja. Yeah. Cool. Nou, vandaag is het een stukje bewolkter, zoals je kan zien. Dus het voelt ook niet zo heel erg warm aan. Maar het is ook weer niet heel erg erg. En ik denk dat het vanmiddag al een beetje gaat openbreken. We hoorden net dat Mariah Carey en Michael Jackson hier hebben overnacht. Dus ze komen in een kamer waar Michael Jackson is geweest. Oké, dit wordt excitement. Dit is het buitenzwembad. Dus dit is helemaal dus privé voor jezelf. Met ook een super mooi grasveld en uitzicht op de zee. Dus dat is echt super mooi. En dan is er ook nog eentje binnen. Dit is 1 van de 5 slaapkamers. En dan heb je hier weer uitzicht op dat grasveld. Dat is wel echt super nice. En dit is de badkamer. Moet kijken, allemaal marble en dan die schilderingen. Wel heel erg gaaf. Hallo! 1542 vierkante meter.
En ook nog het binnenzwembad. Oeh, die is ook best wel groot. Zo, we zijn even op stap gegaan. We zijn nu Hammamet in. En we staan op dit moment bij wat vissersbootjes. En hierachter is de zee. Het is echt super lekker weer vandaag. Het is echt heel warm. En we zijn heel eventjes foto's maken. We zijn nu aangekomen in het Spaanse fort. Het ziet er al heel erg indrukwekkend uit. Ik zal het zo eventjes laten zien. En het is dus gewoon een heel, ja, eigenlijk gewoon een heel groot stenen fort. We gaan nu eventjes naar boven lopen, zodat we een mooi uitzichtje hebben. Het is echt een flinke trap. Even die exercise. Zo, hier zijn we boven. Hier is de zee weer. Mooi uitzicht. Hier in Tunesië heb je bomen met amandelen die eraan groeien. Je weet wel, die nootjes. En dit is dus hoe die eruit ziet als hij net van de boom komt. Met een blaadje. Oh ja, wat grappig. En we hadden echt geen idee dat het er zo uitzag. We gaan hem nu eventjes de schil eraf halen. En dan even kijken hoe dat eruit ziet. Echt, ik heb het nooit eerder gezien dit. Je gaat erin bijten? Ja. I have to film. Nee, doe maar. Ja? Het is oké. Yeah. So you take off the yellow part. Also. And you eat the inside, which is white. Oh. Yeah. Yeah. Oh. Eat now and tell me. It's different. Mm-hmm. Oh. Now I taste. Good. Good. Yeah. Oprecht. Dus ik heb eerst het groene doorgebeten, dan kom je bij een soort van beige wat je door moet bijten. Dan heb je een soort van geel vliesje. Dat moet je eraf halen en dan hou je echt een witte noot over. Dus je moet er echt heel veel moeite voor doen. Maar kan je nagaan, als je dus een zakje amandelen koopt, hoeveel moeite ervoor is gedaan. Mm-hmm, dan snap je nu waarom het zo duur is. Ja, echt superleuk. We zijn heel eventjes gestopt, want dat is een ooievaar. Je ziet hier dus allemaal ooievaartjes bovenop de stroomlijn zitten in nestjes. En echt op bijna elke paal zit er wel eentje. En daar zit er ook eentje aan de overkant. Daar zit nog een nest. Nou, we zijn inmiddels weer wat verder en we zijn weer aangekomen in het volgende hotel. En Larissa en ik zijn buren. Hey! En we hebben echt een super mooi uitzicht op de zee weer. En palmboompjes en het hele grote zwembad hier. Super chill. En daar is dan de ingang van het hotel. Dus we gaan ons even opfrissen en dan gaan we heel eventjes de buurt verkennen. Waar wijs je naar? Oh, hello. Er wordt hier een sexy fotoshoot gedaan. Dat is hoe mensen ook naar ons kijken als wij foto's van elkaar maken. Zo gaat dat. De zon is aan het ondergaan en we dachten, nou, we gaan er even lekker heen. Zit er een hek? Je gaat er onderdoor? Ja, er lopen wel allemaal mieren. Dus als ik dat ga doen, dan zit ik sowieso onder de mieren, denk ik. Misschien kan ik het wel als ik gewoon, zeg maar, niet de grond raak. Oh. Top. Mijn armen. Hi allemaal, het is maandag op dit moment en het is super lekker warm. Wow. En we zijn op dit moment net aangekomen in Tunis. Dat is een grote stad hier in Tunesië. En ja, we gaan straks een Medina bezoeken. En dat is dus een marktje waar we kunnen shoppen. Daar heb ik best wel veel zin in. Ik heb al een beetje in mijn hoofd om een tagine te kopen, misschien. Aan of ik een leuke kan vinden. En de rest en ik dachten ook misschien aan een rieten tasje. Wordt er nog meer in ons hoofd. Oh ja, en misschien iets van een hamamdoek of zo. Lijkt ons wel heel erg chill. Maar we moeten maar heel eventjes kijken wat de prijzen zijn, wat het aanbod is sowieso en hoe het allemaal gaat. Heb je er zin in? Ik hoop niet dat het te hard waait trouwens. Ja. Heb je ook zin om te shoppen? Ja, we kregen het horen dat we wel op onze spullen moesten letten, dus ik heb me heel sexy. Ja, ik heb deze sowieso op mijn buik, maar ik ga mijn tas ook gewoon op mijn buik dragen. Maar ik hoop echt dat we wat leuke dingetjes kunnen vinden, dus let's spend some money! Ja, we staan nu hier. Het ziet er allemaal heel mooi uit. De lucht is helemaal blauw. Ja, ik zou echt zeggen, graadje of 32? Ja, zeker wel. Nou, ik zit op dit moment in de hotelkamer en ik heb eigenlijk helemaal niet gevlogd op de Medina, bedenk ik me nu. Dat is echt super stom. Maar het was heel erg chaotisch. We hebben best wel veel gedaan en de tijd raakte een beetje op. Dus we hadden niet zoveel tijd om te shoppen. Waardoor ik ook de vlogcamera niet eruit heb gehaald. Omdat ik meer bezig was met, we hebben niet zoveel tijd. Maar ik zal even laten zien wat ik heb geshopt. Want ik heb wel wat gekocht nog. Ik wilde heel graag een hamamdoek. Omdat ik het chill vind om mee naar het strand te nemen. Dus dat is deze geworden. Deze heeft goud erin. En blauw. En rood. En ik vond hem echt wel heel erg cool. Hij ziet er gewoon super chill uit. Dus dat is gewoon zo'n hele grote doek.
Dan heb ik ook nog een tagine gehaald, omdat ik het heel erg lekker vind om kip tagine met citroen en olijven te maken. En hij heeft hem echt heel mooi voor me dicht getaped, dus ik wil hem eigenlijk niet openmaken, maar misschien kan ik een klein beetje laten zien. Ik heb gekozen voor een blauwe met wit, omdat dat ook de kleuren zijn van Tunesië, dus dat vond ik wel heel erg leuk. En ik ben zelf ook wel heel erg fan van blauw, dus dat is wel echt heel erg chill. En het is een mooi compact maatje zoals je ziet. Dus ik denk dat die echt wel iets voor 2 of 3 personen is, zo'n klein dingetje. Misschien voor 2. Dus dat is prima, want ik weet dat mijn moeder heeft bijvoorbeeld een hele grote, maar die is wel echt groot. En dit is een mooi maatje, dus die wilde ik echt heel graag hebben, zoals ik net eigenlijk ook al zei. En ik ben heel blij dat ik hem heb. Dus ik ben wel heel erg blij met mijn buit. Het is inmiddels alweer het einde van de dag. Dus ik ga heel eventjes kijken of Larissa zin heeft om misschien de deur uit te gaan. Want de zon gaat straks onder. Misschien kunnen we mooie foto's maken. En het is ook wel even leuk om even over het strand te wandelen. Want we zitten weer in het eerste hotel zoals op de eerste dag. Misschien herken je dit uitzicht wel een beetje. Dus het is dat hele mooie zwembad. En dan daarachter zit de zee. En we hebben nog wel eventjes voordat we gaan avondeten. Dus ik ga eventjes kijken of Larissa zin heeft om wat te doen. Hey, hoe dit is. Oh, je hebt het nu toch even omgekleed. Nee, alleen ik had een broekje aan. Looking good. Wil je naar buiten gaan zo? Ja, ik wilde dacht misschien wil je zo'n shop. Oh ja, ja. Wil je het even laten zien? Ik heb het heel toevallig net laten zien. Ja, oh, top. Dan gaan we dat even great doen. Great lights, think alike. Ja. Yes. Wacht, ga even goed licht staan. Zo. En dit is mijn aankoop van vandaag. Een prachtige kleedhanddoek, weet je hoe je het noemt. Hij is echt heel mooi, met dat zilver. Dus, ja, hij is echt huge. Hij is echt beige of white met zilveren details, wat ik wel echt heel erg mooi vond. Ik zat nog te twijfelen tussen goud en zilver. Zilver vond ik mooier. Ja, ja, inderdaad. Dus ik vind dat wel echt heel gaaf. En er staat echt van alles en nog wat op. Moet je kijken hoe groot hij is. Hij is heerlijk groot. Wil je mij dat trouwens iets beter laten zien nu hij hier staat? Ja. En ik vind die van Larissa ook heel mooi, maar ik kies uiteindelijk dan toch wel wat meer voor kleur. Kijk, dus ik dacht, ik neem toch een andere. Ah, die is ook heel erg schattig. En deze heeft dus wel goud. Echt super mooi. Ja. En het voelde ook echt heel lekker aan, deze kwaliteit. Niet zo hard, weet je wel? Een beetje zacht. Wel chill, ja. Dus ik ga hem lekker opleggen. Ik vind het een heel leuk souveniertje. Ik had een jasje meegenomen, maar het is eigenlijk nog super lekker warm buiten. We zitten heel eventjes aan de voorkant van het hotel. Wow, mijn haar is super raar. Want hierachter is het zonnetje aan het ondergaan. Kan je hem nog zien? Oh, je ziet het niet op camera. En het is echt wel een heel leuk gezicht. Ze hebben net even wat foto's geschoten. Vooraan het hotel heb je dus 2 van die fakkels. En die worden op dit moment aangestoken door deze meneer hier. Nou, volgens mij laat hij hem nu net vallen, of niet? Wat is hij aan het doen? Even kijken. Oh, hij staat al aan trouwens. Ja, en ik denk dat hij aan deze kant is te roken. Misschien moeten we eventjes aan de kant. Ik ben even naar de andere kant gaan zitten. En wat ik nog even wilde laten zien is hier deze poortjes. Zoals je ziet zit hier een tascontrole. En dus bij elk hotel moet je nu echt je tas laten controleren. Of er geen gekke dingen in zitten, zeg maar. Dus dat geeft wel een heel veilig gevoel, vind ik. Ja, en dat heeft ook geholpen bij het krijgen van goed positieve reisadvies naar Tunesië. Ja. Dus eigenlijk moest iedereen zich hieraan houden om, zeg maar, dat ervoor te zorgen dat ze een beter advies kregen. En ook aan het begin heb je vaak dat de auto's gecheckt worden onder de auto's en zo. Dus dat is wel heel erg goed en een veilig gevoel. Ja, dat geeft zeker een veilig gevoel. En ik moet zeggen, het is wel even wennen op het begin, want je hebt echt zoiets van wow. Klinkt heftig of zo, maar tegelijkertijd ja. Het is wel de realiteit op dit moment. Toch? Ja. Maar goed, het is inmiddels 7:30, dus we gaan lekker eten. En je hoort een gebed op de achtergrond. Maar dit is het restaurant. En dit is alvast een amuse. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag weer tijd om naar huis te gaan. Dus ik heb mijn koffertje al ingepakt. Het is op dit moment 6:00 AM. Zoals je kan zien misschien, het zonnetje schijnt wel een beetje, maar nog niet heel erg duidelijk. En we gaan straks nog heel eventjes ontbijten, gelukkig. Daar heeft het hotel echt speciaal voor geregeld, dus nog het eten klaar hebben staan. En dan zit het er alweer op. En dit was onze eerste keer Tunesië en ik moet zeggen dat ik echt enorm verrast was. Ik had totaal geen verwachtingen erbij, maar ik vond het wel gewoon ontzettend mooi. We waren vooral heel erg dol op Sidi Bou Said. En dat was zeg maar dat dorpje, met die witte huisjes, die blauwe accenten en die hele mooie deuren. Nou, we zullen later nog wel een artikel schrijven over Tunesië zelf, zodat je wat meer informatie te weten kunt komen. Dat is misschien wel heel erg leuk als je hierin geïnteresseerd bent. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om weer een keertje een reisvlog te zien. Vergeet je niet een duimpje omhoog te geven en abonneer je ook op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. En zie ik jullie heel graag in de volgende video.